Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Aline en ik hadden besloten om even gezellig een weekendje weg te gaan. Een avondje met de meiden, lekker Valencia in. En het is hier dus 300 dagen per jaar zonnig. En nu regent het. En als het hier regent, dan regent het, zeg maar. Dan regent het echt keihard. We hebben allemaal dingen geboekt, dus we moeten. En we zijn nu aan het twijfelen of we wel stepjes mee kunnen nemen of niet. Want het is waarschijnlijk gewoon niet, dat is geen doen. Het is echt, ik zal even een filmpje hierna posten van hoe de rit naar Niva's school net eruit zag. Ik sta letterlijk tot mijn enkels in het water. Dus dit gaat niks worden natuurlijk. Maar goed, we gaan het wel doen, dus blijf kijken. Nou, hier gaan we. Ik heb mijn poncho aan. En mijn rugzak zit onder mijn poncho. Dit wordt een partij vreselijk, zeg. Maar goed, we gaan er gewoon voor. Ik moet naar de metro lopen, want Niek die kan me niet brengen, want die zit in een call. Dus het is even wat het is. Ik heb mijn Nikes aan, dus regelaars heb ik niet echt. Dus het is wat het is. Dit is het gewoon. Let's go. Oh shit. Hoe kom ik hier nou weer doorheen? Ik ben dus al in een rivier gaan staan. Dus mijn hele Nike zijn zeik en zeiknat. Nu al. Begin van de dag. Dus ik moet even Crocs kopen of zo, denk ik. Iets even.
Nou, we hebben dus net geluncht in Bali en de rekening was 50 euro. Dus dat is niet veel. En je hebt hier zelfs hele gezellige wc's en een fotodingetje. Ja, dat is toch leuk! Dus wat zouden we dit voor cijfer geven, full trade aan Bali? Sfeer een... Nou, 9 wel. Sfeer een 9, ja. Ja, het is echt heel mooi aangekleed. Het is echt een experience, dus je kan hier zeker wel een keer heen. Alleen het eten... 6,5. Het was prima, ook in vergelijking met de prijs en wat je dan krijgt voor de ambiance. Ja. Maar... Ja, 6,5. 6,5, dus dat is de final score. We gaan weer door. Achterin. Alles is lekker. Volgens mij heb ik 13 stuks of zo. Even kijken hoor. En we hebben alleen maar wollige. Nou, succes. Even showen wel als je wat aan hebt. Nou, dit is leuk. Voor op de teams. Tot hier. Ik heb een Spencer die lekker vormloos is. Dus die kan weer terug. En door. Feliz Navidad. Di-di-di-di-di. Oh, dat is heel leuk. Zo. Hij is wel lekker. En ik heb een zak aan. Want een kachel is duur. En deze hoort nog bij Eve. Zo leuk. Oh, dit is echt leuk. Ja, dat deze moet je doen. Meenemen, toch? Of niet? Ja, zeker. Het is ook echt warm. En je hebt ook nog iets voor Nick. Of is dat spoiler alert? Ja, maar die ligt daar. Die mag ik niet meenemen dan hier. Sokken. Oké, het woord van de week. Calcetines! Calcetines. Ik heb betere huispakken gezien. Zeker. Denk ik. Just, dit is ook een beetje zo vormloos. Ja, we gaan niet voor de huispakken, denk ik. Die slaan we even over. Dit heeft niet veel vorm, moet ik zeggen. Het heeft helemaal geen vorm. Maar dit. Ja. Ik vind het wel jammer dat het van Harry Potter is. Maar aan de andere kant is de kleur wel lekker. En het is warm dit. Maar wil je dan deze proberen? Die hebben we ook nog. Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik deze dan lekkerder vind of zo. Want die is helemaal suede, glad. Deze is ook gevoerd, hè, jongens. Doe die even aan. Oh, is ook zalig. Ja, met die slecht verwarmde huizen in Spanje... is dit wel echt necessary. Dan staat er maar Harry Potter op. Kan mij het schelen ook. Kan mij niks schelen. Even een video. Nou. Dit is leuk. Oh ja, douchesop is er ook. Wat geweldig. Hier, je kan nog zelfs met Nivi of zo. Ja? Als Nivi wat ouder is, mag ze mee met Girls Weekend. We gaan die jongens met Senna lekker Guys Weekend doen. Hypnotiseerd worden en dansen zonder woorden. Ik dans in het centrum van de piste. De bijlen. Ik ga dansen in het centrum. Dus wil je dansen gehypnotiseerd? Oké. Wauw, dat is heel cool. We zijn klaar voor de reis van het moment. Oké. Oké. En nu gaan we naar binnen. Ik weet niet, we wachten volgens mij. Dan gaan we gewoon.
Ik denk dat we het doen. Heel vet. Restaurant, hè? 1920 zijn we nu. Oké. Okay. Ik zie het, ja. Heb je? Een She Duo. Wat is het allemaal voor? Oh, dit zijn minis. Wat is het dan? Gewoon andere dingen. Nou, we hebben het overleefd. Tenminste, ik iets minder dan. Ik ben muy bien. Dan Lien. Lien is muy bien. We lopen met enorme tassen te zeulen. Dit is niet goed over nagedacht. En goed, we hebben dus twee restaurants, vestigingen van Voltereta uitgeprobeerd. Manhattan en Bali. Waarbij we zelf Manhattan iets leuker vonden dan Bali, maar Bali is ook prima. Je mag niet te veel zeggen, hè? Oh nee, ik mag niet te veel zeggen. Welke... Maar we hebben wel filmpjes en zo, hè, ja, die hier ook inkomen in deze vlog. Wat spoiler, want in het echt is het nog toffer. Je moet het in het echt even meemaken. Ja. Dus, Oh, wel een tip. Reserveer ruim van tevoren. Want ja, ze zijn echt fully booked. Mocht je niet in de buurt van Valencia wonen en je gaat hier een keer naartoe, boek je restaurants een maand van tevoren minimaal. Of langer. Want het is gewoon vol. Het is gewoon echt vol. Dus, ja. Het is dus helemaal overstroomd, hè? Er valt niet tegenop te dwalen. Het zwembad loopt ook vol. Dus die ga ik maar even leeg laten lopen. Het is weer drama, jongens. Helemaal kletsnat. Hier ook. Ga maar even naar buiten. Even naar het zwembad. Eén groot feest. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Kijk, joh. Er komt helemaal een soort van rook vandaan, joh. Zie je dat? En het is hier echt... Ik moet snel naar het zwembad. Anders ligt hij zo meteen in de huiskamer, joh. Even kijken. Parapluutje is wel handig. Deze blubberfestijn hier. Dat is... Dan ga ik niet erbij. Ik ga even via de andere kant proberen. Even het parapluetje. Zo. Dat is mooi. Zo, dat ziet er gezellig uit. Nou, dit is een... Hier gaat het zo meteen ook naar binnen. Hier heb je een waterval. Wel, het gras staat vol. En het zwembad
overstroomt nog net niet, maar die gaat zo overstromen. Overal hagel op de grond. We hebben hem nu dus even een beetje in het leeg laten lopen. Overal echt vol. Die van de buren die strandt al over, zie ik. Die zal wel ook een flinke lekkage hebben. Maar joh, hagel. Hagel. Van tropisch weer naar hagel. Dit is top. Heel bijzonder dit. Maar we zien het even, jongens. Kwaad wel op daar, zie je dat? De zon komt erachter ergens. Moet je die hagelstenen zien, joh? Plons erin. Dit is absurd. En het raampje hier is ook... Dit zijn gewoon serieuze knikkers. Dit zijn knikkers, joh. Dit is gek. Ondertussen staat het hier helemaal... helemaal blank nog tijd. Ik heb de elektra maar even weggehaald hier. Want het gaat niet goed met water. Vaak. Maar joh, het is gek. Je ziet in het zwembad, joh. Dit zijn stenen. Dit zijn gewoon stenen, dit, joh. Echt gek huis.